Vandaag een antwoord op de vraag van Stefan. Stefan was een tijdje geleden met zijn gezin een dagje weg. Hij irriteerde zich behoorlijk aan het feit dat de rest van zijn gezin regelmatig, echt veel vaker dan hij daar zelf behoefte aan had, wilde stoppen om iets te eten. Hij dacht, ja, hoezo moet dat nu weer? Want hij zelf had nauwelijks eetlust. En hij heeft ook echt niet op al die momenten dat de rest van zijn gezin iets wilde eten, meegegeten. Afgelopen week was hij een dagje weg met collega's en ervoer hij het tegenovergestelde. Namelijk dat hij voortdurend behoefte had om iets te gaan eten, maar dit niet aan de orde was omdat gedurende het dagje weg enkel de lunch en het diner in was begrepen en de rest niet echt aanstalten maakte om tussentijds nog iets te eten op te zoeken, te kopen, ergens te gaan zitten of iets dergelijks. Nu was het verschil tussen die twee verschillende dagen dat Stefan gedurende het dagje weg met zijn gezin wel gewoon kon roken. Iets wat hij normaal gesproken doet en regelmatig een sigaret op kon steken. Maar dit niet aan de orde was gedurende het dagje weg met zijn collega's. Toen kon hij niet roken, kon hij zijn sigaretten niet meenemen, ook niet opsteken. Want dit was ja, niet gebruikelijk gewenst gedurende die dag. Zou dat dan het verschil hebben gemaakt? Is de vraag van Stefan. Hoe kan het dat er zo'n verschil zat tussen de eetlust welke ik ervoer gedurende het dagje weg met mijn gezin en de eetlust welke ik ervoer gedurende het dagje weg met mijn collega's? Nou, Stefan. Eetlust en of je een verhoogde eetlust of een verminderde eetlust ervaart gedurende de dag wordt bepaald in het verzadigingscentrum van je hersenen. Er zit een centrum in je hersenen waar hormonen met eetlust bevorderende eigenschappen, orexigenen genaamd, en eetlust beperkende eigenschappen, anorexigenen genaamd, hun signalen over kunnen dragen aan receptoren al daar waarna jij dus meer eetlust of juist minder eetlust zal ervaren. Normaal gesproken, gedurende de dag, op het moment dat het al een aantal uur geleden is dat jij iets hebt gegeten en jouw maag inmiddels al lange tijd geleegd is, dan zullen de kliercellen gevestigd in jouw maagwand, doordat jouw maagwand dan niet meer opgerekt wordt door een zekere inhoud van voeding, zullen deze het eetlust bevorderende hormoon ghreline gaan afgeven. En dit hormoon, zodra deze de receptoren in het verzadigingscentrum van jouw hersenen prikkelt, stimuleert jouw eetlust. Deze zorgt ervoor dat wanneer jouw maag geleegd is geraakt en dus leeg is en jouw maagwand niet meer opgerekt wordt, dat jij normaal gesproken eetlust zal verkrijgen. Maar dit heb jij dus totaal niet verkregen, ook al had je urenlang niks gegeten gedurende het dagje weg met je gezin. Die dag heb jij regelmatig een sigaret opgestoken en heb jij sigarettenrook geïnhaleerd. Nou, dan moeten we natuurlijk gaan bespreken hoe het inhaleren van sigarettenrook regelmatig gedurende de dag, hoe dit van invloed is, kennelijk, op het ervaren van eetlust. Dus op de afgifte en prikkelverwerking van eetlust bevorderende hormonen die normaal gesproken afgegeven worden in het verzadigingscentrum in je hersenen prikkelen een aantal uur nadat je iets hebt gegeten, je voeding verwerkt is, je maag geleegd is en dergelijke. Wanneer jij sigarettenrook inhaleert, dan inhaleer jij stoffen die het evenwicht in jouw lijf, de ideale voedingsstofsamenstelling in jouw bloedbaan, die voortdurend bewaakt, behouden moet blijven voor jou om te kunnen overleven, om goed te kunnen functioneren, iets waar je lichaam voortdurend op gericht is, raakt verstoord. Want er komen stoffen in jouw bloedbaan die de zuurtegraad in jouw bloedbaan verhogen. En dat mag toch absoluut niet. De zuurtegraad in jouw bloedbaan moet absoluut licht basis gehouden worden. Waarom onder andere? Nou, omdat er vele
transporterende eiwitten, zoals het zuurstoftransporterende eiwit hemoglobine, aanwezig is in jouw bloedbaan en eiwitten niet tegen contact met zuren kunnen. Dan gaan ze vervormen en dan gaan ze hun functie verliezen. Ja, dan zou dat betekenen dat dan de zuurstof verloren gaat. Val jij dood neer. Dus op het moment dat er verzurende stoffen in jouw bloedbaan komen, dus, en dat is dus het geval, op het moment dat jij sigaretten ook inhaleert, dan heerst de stress. Dan heerst de paniek in je lijf. En dan moeten de stresshormonen afgegeven worden. Wordt het autonome zenuwstelsel wordt geactiveerd. Zodat alles op alles wordt gezet. Actie ondernomen moet worden om die zuurtegraad, die optimale lichtbasis zuurtegraad, maar te kunnen herstellen. Onder invloed van deze stresshormonen raken jouw weefsels uitgeput van vocht en basismineralen. Vocht en basismineralen die nodig zijn om rustig prikkelverwerking mogelijk te maken in jouw weefsels. Ook onder invloed van die stresshormonen raakt de doorbloeding van jouw spijsverteringskanaal even op de achtergrond. Dat is dan even niet belangrijk, want jij moet overleven. Dat betekent dat wanneer jij gedurende de dag regelmatig sigarettenrook inhaleert, heb jij totaal geen flauw benul wat jij veroorzaakt elke keer wanneer je dat doet. Maar dan veroorzaak jij dus de afgifte van stresshormonen in je lijf, omdat je anders niet kan overleven. Als gevolg daarvan wordt de doorbloeding van je spijsverteringskanaal minder, raken jouw weefsels uitgeput van vocht en basismineralen, stoffen die kliercellen in jouw maag en darmwand, maar ook hersencellen in het verzadigingscentrum van je hersenen nodig hebben om prikkels te kunnen ontvangen en verwerken. Die stoffen raken uitgeput uit jouw weefsels, waardoor de prikkelverwerking in jouw lijf zal verslechteren op dat moment. Ja, en dus ook de prikkelverwerking van die eetlustbevorderende hormonen. Sowieso als er heel wat spanning, jouw maagwand niet doorbloed wordt, dan kunnen die kliercellen die normaal gesproken die eetlustbevorderende hormonen gaan afgeven op het moment dat jouw maag leeg is, die kunnen dat echt toch ook niet fatsoenlijk gaan doen. Dus dat verklaart waardoor jij gedurende die dag weg met je gezin, toen jij regelmatig die sigaret opstak, dacht van waarom moet ze nou weer eten? Jij had, ook al was je maag al urenlang niet gevuld, had namelijk totaal geen eetlust. Maar die dag met je collega's weg wel. En hoe komt dat? Ja, normaal gesproken rook jij dus regelmatig en veroorzaak jij regelmatig de uitputting van vocht en basismineralen in jouw weefsels, waardoor de zuurtegraad in jouw lijf nou niet bepaald optimaal is. Wat is jouw lichaam geneigd te doen op het moment dat er geen stress heerst in jouw lijf? Dus op een dag dat jij niet regelmatig die sigarettenrook inhaleert, die jouw lijf wil dan herstellen. En wanneer jouw lijf wil herstellen, dan wordt er gericht op juist weer de doorbloeding van je spijsverteringskanaal en de prikkelverwerking. En dan is jouw lichaam afhankelijk van een goede voedingstoestand. Wil dat allemaal weer goed gaan verlopen? Wil jij verzadiging ervaren? Dus toen had jij heel erg honger juist, want je lichaam wilde herstellen. Die kon toen toekomen aan herstel, omdat jij je lichaam niet steeds in een stresstoestand bracht. Maar daar had het wel heel veel voedingsstoffen voor nodig. Ja, en daar ging die om vragen die dag. Dus dat als antwoord op je vraag, Stefan, hoe het toch kan dat jij zo'n verschil in eetlust hebt ervaren gedurende die 2 dagen. Dat komt dus inderdaad, wat je al vermoedde, door het feit dat je de ene dag wel gedurende de dag regelmatig die sigaret op kon steken en die andere dag niet. Het inhaleren van sigarettenrook verstoort het evenwicht in jouw lijf, wat altijd behouden moet blijven om te kunnen overleven acuut. Je veroorzaakt daarmee de afgifte van stresshormonen. Stresshormonen welke jouw weefsels uitputten van stoffen die jouw hersencellen nodig hebben om prikkels te kunnen verwerken van hormonen die de eetlust beïnvloeden. Waardoor ook de doorbloeding van jouw spijsverteringskanaal verslechtert. En jouw maag niet bepaald zit te wachten op voeding, omdat wanneer jij dat wel had tot je had genomen, op zo'n dag dat jouw lichaam in een stresstoestand verkeert, door die regelmatige inhalatie van sigarettenrook, ja, dan kan jouw lichaam dat toch niet goed gaan verteren, want het heeft dan andere prioriteiten.